Dames en heren, opnieuw goedenavond. Welkom bij de Varen Televisie. De maandagavond is in het vervolg, u weet het waarschijnlijk wel, de vaste Varen Televisieavond op Nederland 2, die we na het nieuws van achter Stefas beginnen met achter het nieuws. Verder vanavond om 9:10, De Verdachte, een serie in 5 delen naar de misdaadroman We the Accused van Ernst Raymond. En dan om 10:00 weer terug op de buis, Koning Klant. Ja, vanavond om 10:00 de eerste uitzending van Koning Klant in het nieuwe seizoen. We hebben 5 onderwerpen. Zo besteden we aandacht aan elektrische apparaten die volgens de reclame zouden helpen tegen zo ongeveer elke lichamelijke kwaal die je maar kunt bedenken. We hebben een test van een nieuwe auto, de Datsun Stanza. We laten mensen aan het woord die niet zo'n geslaagde vakantie hebben gehad. En we geven u een tip hoe u af kunt komen van ongevraagd reclamedrukwerk. Dat alles vanavond om 10:00 op dezezelfde zender. Graag tot straks. 5:30, tenslotte kunt u kijken naar Op het Rechte Pad, een Engelse comedyserie met Ronnie Barker. Maar eerst nu actualiteiten in Achter het Nieuws. Vanavond onder andere geheimzinnigheid van oliemaatschappijen en regering over olie- en gasvoorraden. Er is meer energie in de Nederlandse bodem dan wordt aangenomen. Schrijvers en dichters uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika gebruiken het woord als wapen. Derde spreker driedaags in Amsterdam. De Griekse socialistenleider Papandreou haalt uit naar Luns en de NAVO. Goedenavond. Eerst dat aardgas van ons. En nu is niet over die alsmaar stijgende prijs, maar over de vraag: hoeveel zit er nog onder de grond en onder ons deel van de zeebodem? Dat is een belangrijke vraag, want niet alleen verstoken we zelf aardgas, maar we exporteren het in flinke hoeveelheden. En dat is een van de redenen waarom de gulden gisteren opgewaardeerd kon worden. De vraag is wel, hoe lang kunnen we met dat aardgas zo'n beetje voor Koeweit blijven spelen? Er is ons lang voorspeld, na 1985 gaan die aardgasbaten minderen. Dan loopt de export terug, dan komt de Nederlandse economie in zijn hemd te staan. Wel, is dat werkelijk zo? Raken de Nederlandse aardgasbellen op? Kees Overgouw en Jan Tromp gingen op onderzoek uit. Were to develop the resources as quickly as they could be developed, could be, then, in my view, we could provide up to 80% of our total energy needs for at least the rest of the century, and probably for the first 20 years of the next. De ondergrond van Nederland is zodanig, dus dat we mogen veronderstellen dat meerdere velden à la Slochteren vindbaar zullen zijn. Goedenavond. Gisteren heeft de regering besloten dat vanaf 7 januari benzine alleen nog op de pomp te krijgen zal zijn. Dat betekent dat voor het eerst sinds de oorlog een jonge generatie zal kennis maken met distributie aan schaarste. There are constraints on the development of resources which are introduced partly as a result of governments not wishing to produce more. They want to save it for the future because they think that too much too soon will upset the economic system, and or because they think the stuff is so scarce in the world as a whole that we ought to save some for the period when everyone else runs out. But that ain't going to happen yet, and it probably is not going to happen until well into the second or the third quarter of the 21st century. Tien jaar geleden dachten we nog dat het woord olie onverbrekelijk verbonden was met het Midden-Oosten.
De olie die we daar vandaan haalden kostte toen nog $3 per vat van 159 liter. Dus waarom zou je er dan zelf naar zoeken? Maar sedert de oliecrisis van 1973 is de prijs per vat meer dan vertwaalfvoudigd. En sindsdien is er een goede reden om toch maar eens in onze eigen achtertuintjes te gaan graven. Daar hebben vooral de westerse landen dan ook enige haast achter gezet. Het gevolg is bijna duizelingwekkend. 30 jaar geleden dachten we dat er onder onze aardkorst nog maar 74 miljard vaten olie aanwezig waren. In 1959 was dat al opgelopen tot 273 miljard. 10 jaar later bedroeg de bewezen voorraad 455 miljard. En nog eens 10 jaar later 642 miljard vaten. Het laatst bekende cijfer meldt een geweldige sprong in 1 jaar naar 1 biljoen vaten. Dat is dus 1000 miljard. Een getal waar de 22 miljard vaten die we per jaar verbruiken bij in het niet vallen. De gasreserves zijn nog veel groter. De nog aanwezige wereldvoorraad wordt op dit moment op 300 biljoen kubieke meter geschat. En daarvan zullen we tot de eeuwwisseling maar 75 biljoen kubieke meter gebruiken. En dan te bedenken dat nog maar een piepklein deel van het aardoppervlak is onderzocht. Nou, ruwweg kunnen we zeggen dus dat een 5% van de aardkorst geologisch bekeken is. Niet nauwkeurig onderzocht, maar geologisch globaal bekend. Dus we kunnen nog even vooruit? Dat zouden we zeker kunnen zeggen. Want wat er tot nu toe uit die aardkorst gehaald is door die geologen, door de mijnbouwers, is tot nu toe redelijk voldoende gebleken om de industriële revolutie tot op het moment van vandaag de technologie te doen ontwikkelen. And we did a study a few years ago here that I think is still relevant. And on the basis of that study, we calculated that the North Sea overall has a 90% probability of delivering something like 80 milliard barrels of oil. And that is the equivalent of roughly 8 Groningens in energy equivalent terms. Our estimate again for gas resources in Western Europe that have been discovered or that will be discovered over the next few years is for around 10,000 milliard cubic meters, and that is roughly 5 times the size of Groningen. En met dat West-Europa bedoelt de heer Odell dan voornamelijk het Noordzeebekken, ook wel het continentaal plat genoemd. Nu al goed dus voor 13 maal de energievoorraad van de Slochterenbel. De energieprovincie van West-Europa. De stipjes op deze kaart geven de vindplaatsen van gas en olie aan. Ze vormen het bewijs dat wie naar olie zoekt, het ook zal vinden. Maar heel mooi nieuws is er ook van het Nederlandse vasteland. We moeten rekening mee houden dus dat het aardgas van Slochteren een zogenaamd nainkolingsgas is. Dat wil zeggen, dit gas is ontstaan uit diepere gelegen steenkoollagen en is gevangen in poreuze gesteenten daarboven. Bij het aanboren van het gas kon dat gas ontsnappen, de druk werd minder, waardoor er aan de andere kant weer gas bijgemaakt kon worden. Met andere woorden, nadat we bijna 1000 miljard kubieke meter van de Slochterenbel afgetapt hebben, zou je verwachten dat de voorraad tot de helft geslonken is. Mispoes. Onze bel wordt keurig van onderen weer bijgevuld. Zodat we nog nagenoeg evenveel hebben als in het begin. Groot voorpagina nieuws, zou je zeggen. Maar nee, rond de aardgas- en olievondsten heerst grote geheimzinnigheid in Nederland. De regering en de Nederlandse aardoliemaatschappij, dochter van Shell en Esso, die de winning van olie en aardgas in ons land domineert, hebben altijd gezegd dat er na Slochteren niet veel meer is. What one finds, and I've had personal experience of this, is that you can get much more information about what is happening to the development of oil and gas resources in the Netherlands if you care to pay a visit to Houston.
And if you go, say, to one of the oil clubs in Houston, where members of the oil industry get together and you talk to people, different specializations, and you get them talking about Holland, then you'll certainly find more information in Houston about Holland than you'll find in The Hague. And, you know, that's a fact, and it shouldn't be that way, but... You've been there. I've been there, and I've talked to people, and I've found out more about the oil discoveries, for example, that have been made offshore Holland, than is certainly been revealed to the public at large in this country. Dit is Leo Jansen, tot voor kort Tweede Kamerlid voor de PPR. Nu in de stuurgroep Maatschappelijke Discussie Energiebeleid. Vlak voor zijn vertrek uit de Tweede Kamer brak hij de politieke discussie open over het winnings- en opsporingsbeleid in ons land. Als er op een zeker ogenblik bekend is dat op een bepaalde plek gas, olie in de grond zou zitten, ja, op dat moment zijn natuurlijk allerlei oliemaatschappijen geïnteresseerd en die gaan dan staan dringen voor de deur om een vergunning te krijgen om dat spul boven de grond te halen. En daarom houdt men de resultaten van bijvoorbeeld proefboringen, die houdt men het liefst geheim. Die houdt men het liefst geheim. Uit concurrentieoverwegingen. Uit concurrentieoverwegingen. Het wordt nog sterker. En als je een vergunning krijgt om zo'n boring te doen voor de opsporing van materiaal, dan kan je zo'n vergunning, die heeft een looptijd van 10 jaar. Je kan bij wijze van spreken zo'n boring al 10 jaar uitstellen voordat er überhaupt iets gebeurt. Nou, volgens mij is daar het belang van de energievoorziening in ieder geval niet mee gebaat. Nu hebt u eind vorig jaar in de Kamer als PPR-Kamerlid 2 moties ingediend. Die zijn ook aanvaard. Samen met de heer Van der Linden van het CDA. Kijk aan. Om die geheimzinnigheid te doorbreken, hoe staat het met die moties? Ja, nou, er zijn 2 moties. De eerste gaat over seismisch onderzoek. Dus dat is onderzoek waarbij het gaat om na te gaan hoe de structuur van de aardlaag is. En dat gebeurt dan met explosies en zo, laatste ontploffingen. Plaatsvinden. Nou, daarvan hebben wij gezegd dat seismisch onderzoek wat op dit moment volledig vrij is, dat moet aan een vergunning gebonden worden. En bij zo'n vergunning moet tenminste de voorwaarde zijn dat de resultaten van dat onderzoek openbaar zullen zijn. Want die zijn tot nu toe geheim? Want die zijn tot nu toe, ja, die zijn geheim. Ik bedoel, dat is onderzoek wat een oliemaatschappij kan doen of iemand die dat wil. En nou ja, en die houden ze dan in het bureau. Ja, en die tweede motie die had en de tweede motie die gaat over dat... Die proefboringen, opsporingsonderzoek. Nou, daar hebben wij van gezegd, daarvan moet de geheimhouding mag zeker niet langer duren dan 5 jaar. Ik zou zelf liever korter gewild hebben, maar mijn mede-ondertekenaar Van der Linden en gehoord ook het standpunt van de regering, zijn we op een compromis van 5 jaar uitgekomen. Nou, goed, die moties die zijn allebei met ruime meerderheid in de Kamer aanvaard. Ja, in april. Maar al uitgevoerd? En die zijn in april 81 zijn ze aanvaard, dus dat is vlak voor de verkiezingen. Nou, ik vind dat die regering, het kabinet van 8 minister van Ardennen, ja, die hebben die moties natuurlijk overgedragen aan het huidige kabinet. Ja. En nou, de heer Terlouw heeft een heel mooi handvat om tot beleid te komen. Want dat is met grote meerderheid in de Kamer ondersteund. Dus hij kan wat. Ik ben benieuwd wat hij gaat doen. Wij dus naar Economische Zaken om aan de nieuwe minister Jan Terlouw te vragen wat hij met de Kameruitspraken gaat doen. Maar de minister wilde ons niet ontvangen. Een week voor de regeringsverklaring durfde de kersverse bewindsman zich niet te wagen aan uitspraken over deze gevoelige kwestie. Zou het niet een stuk verstandiger zijn als de regering zelf die dat onderzoek naar wat er nog in de grond zit ter hand gaat nemen? Ja, ik denk dat dat heel verstandig zou zijn. Kijk, nu is de regering volstrekt afhankelijk van de oliemaatschappijen bij de vraag of er wel of niet onderzoek gedaan wordt en bij de vraag of het wel of niet naar boven gehaald wordt. De oliemaatschappijen moeten het eerste initiatief nemen. Op hetzelfde moment dat de regering die zaak in de hand neemt en dat onderzoek laat doen, want de regering kan dat natuurlijk niet zelf, dan moet je een soort van loonbedrijf moet je dat doen. Hè? Dan moet je een oliemaatschappij in loonbedrijf dat laten doen, zoals ook een loonwerker. Inhuren, als het ware. Ja, inhuren zoals ook in de landbouw mensen een loonwerker inhuren. Ja. Nou, dat laat je dan dat onderzoek doen en dan heeft de regering dat onderzoek in de hand. En dan kan de regering daarmee zeggen, nou goed, wie is de hoogste bieder? Wie wil dat op de meest goede voorwaarden voor ons, voor de Nederlandse bevolking uit de grond halen? Je doorbreekt de afhankelijkheid? Je doorbreekt de afhankelijkheid en je doorbreekt een monopoliepositie. Als de regering de ontginning van het continentaal plat wat voortvarender zou aanpakken, zou er overigens nog een monopoliepositie doorbroken worden. West-Europa zou aanzienlijk minder aangewezen zijn op de bijna belachelijke afhankelijkheid van de OPEC-landen.